Hallo jongens en meisjes en welkom bij het GameStation. Vandaag gaan we War Thunder doen. Ook weer een free-to-play spel. Met mooie vliegtuigjes in het al. Ik speel het spel in 29.080p. Ik neem het op in 27p. Alles maxed out graphics. En ik heb op dit moment 4 vliegtuigen. Ik speel het pas sinds gisteren of eergisteren. Het is wel een grappig spel. En de objectives zijn om ground vehicles te destroyen. En je moet op two battle klikken, dan kom je in een potje. Dan moet je even wachten. Skip we gewoon even. Ja, kijk, join the game. En dan kan je zo meteen een vliegtuig uitkiezen. Kijk, mission objective, destroy enemy ground vehicles. Dat moeten we dus ook doen, maar er zijn ook enemy planes. Die moet je ook, zeg maar, kapot maken. Maar dat hoeft niet per se. Meestal wel. En dan gaan we even... Eén. Oké, je kan gewoon free rondvliegen, zeg maar. Alles door chill. Je hebt één, zeg maar, crosshair in het midden. Daar is waar je mee schiet. Je kan ook nog zo schieten. Je kan inzoomen. Zo. Dus je ziet de rode puntjes. Dat is de enemy. De ground vehicles. En zoals je daar ziet, zijn er ook enemy planes. Kijk, als ik het hit heb, dan... Ja, kijk. En dan vlieg je gewoon weg. En dan probeer je binnen. Zoals je ziet zijn er heel veel andere vliegtuigen die naar beneden schieten. En zo. En het is een heel realistisch spel, want je ziet heel wat de kogel gaat en alles. En je hebt een heel handig marktje. Even te weten hoe je het doet, hè. Maar het is best moeilijk, dus wel. Zo shoot en take hit. Dood ben. Nou, zoals je ziet is het wel een heel mooi spel. Het ziet er wel mooi uit. We gaan gewoon even... Oh, dat was niet de bedoeling. We gaan gewoon even lekker actie... Actie reactie. Dit is een beetje goed terug. Dit heb ik goed. Ik heb het geld op de game. Dan gaan we even een paar vliegtuigen schooien. Wow. En zoals je hoort heeft hij ook andere guns, die zijn meer, die doen meer damage. If we don't do something fast, the enemy will win.
Oh shit. Oké, mijn motor is dus net uitgegaan. Ik moet proberen te gaan landen zodat ik niet crash. Oh, oh shit. Oeh. Oh fuck. Oh shit, alsjeblieft kill me niet. Kill me niet. Oh. Oh. Oh, ja, ik ben niet dood gegaan. Oh wel, twee keer. Ik heb nog twee vliegtuigen. Als die twee vliegtuigen ook kapot zijn, dan is het potje echt afgelopen. Kijk, ik moet hier wat langer mee in de lucht kunnen blijven. Als je het spel zelf wil spelen en downloaden, dan ga je gewoon wordtunnel.com. Dat is een spelletje van 4GB ongeveer. Het ziet er best mooi uit van 4GB. Oh, we zijn aan een losing kant. Dus ik denk dat we even klaar zijn. Dit is nog iets zorg en zo verloopt hij eruit. Potje, bedankt voor het kijken allemaal naar het spel War Thunder en ik zie jullie bij de volgende episode. Later.